Camera stapt daarvoor. Alles is aan het werk. Camera stapt links, okay. Stapt rechts op pakken. Ja. Die pak op de schot. Oh, boys, allez! Let's go! De bal die een rommel had gegeven was dit. De bal die echt kon halen. Conflitto lì, convergiamo in due, diamo parabola e accettiamo le azioni lunghe, raga. Andiamo. Thank you.
incasinando sulle situazioni semplici. Non c'è molto da dire, raga. Siamo più aggressivi di loro, siamo più fisici. Ci sono due rotazioni da stare molto attenti. Il 5 che è una bella battuta e i flottanti. Fine. Andiamo, raga. Vediamo questo set. Vai. Thank you.
ik wil dat je volledig naar je side komt. Dus Matthijs, je weet dat de zijlijn kan serveren, wat je net hebt gezien. Jij moet hier klaar zijn voor het gat ertussen en volledig doorgaan. De bal komt, de bal moet hem ook volgen. Go boys, go, let's go! Let's go!
Thank you.
Stiamo andando avanti con dai, forza, gestione dei contrattacchi, usiamo la tecnica, non solo la forza, non andiamo solo di nervi, altrimenti qua è un ambiente difficile, usiamo i colpi che abbiamo sul mano esterna e a giocare sui lati deboli di muro che hanno loro, ok? Andiamo, Thank you.
ritmo in ricezione attacco, ragazzi. Se non diamo parabola a 6 ricezioni, non ne veniamo fuori. Arriva una battuta facile, braccio staccato dal corpo, diamo la parabola e giochiamo a pallavolo. Diamo la che gli andiamo fuori. Via!
te weinig power. Deze gast die gaat wel mee naar het center terug. Hè? Maar ik zal blijven rollen, gaat in de window. Die begint een shot. Hè? Er is een rood georganiseerde speler. Die Libro is er ook, dus daar gewoon vol. Zijn ook 5 points, come on! Let's go! Hallo! Mogen we helpen daar? Dus ik verwacht die bal op niet naar 5-6, je kan shiften. Okay. Wel klaar zijn voor de variatie, misschien bijpakken. Robbers, side out, side out, come on! Let's go! Side out, go! Thank you.
te li saltiamo, altrimenti gli diamo dei riferimenti, ok? Andiamo, dai, vai, 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 vai.
gewoon altijd voor van B1-blok, want dit heb je al in oktober gedaan, hè? Ja, minder dan misschien. En je blijft gewoon in het centrum staan met hem, oké? Okay? Dus jij gaat een klein beetje lijn verlaten. Ja, en jij gaat als D1 ook in de safe position. Would you want, yes. Come in the stay position, we take the defender's seat. We're gonna take this with double defense, okay? Oh boys, come on! Let's go! Keep pushing, keep pushing! Thank you.
Thank you.
Ok, allez guys, we are there, guys. Start.
test van de microfoon, interviewmicrofoon. Ik kan niet direct met Stijn Doest, met Zeppelotti doorgaan. Ik heb Zeppelotti al bij mij. Zeppelotti, 3-0 winst tegen Piacenza. Dat is de top van Italië. Ik durf wedden dat jij zelfs dit niet had gedroomd. Nee, inderdaad. Dat kun je zeker zeggen. Dat we zo zo'n match zouden spelen, had ik zeker niet gedroomd. Ik denk dat we topmatch spelen. Nee, ik denk dat we van binnen tot einde alles klopte. Ik last had van onder opstaldruk. Maar ik denk dat we dat goed oplost hebben op de hoge ballen. We konden op de hoge ballen echt scoren. En dat is heel belangrijk om op zo'n match te kunnen denken, denk ik. Ik denk dat we heel tevreden zijn. De start was aarzelend. Onmiddellijk Lucarelli met veel opslagdruk. Maar jullie komen dan daar goed uit. En eigenlijk domineren jullie 3 sets. Ja, domineren is een groot woord, denk ik. Maar ik denk dat we wel zeker meespelen. Nee, we spelen mee. En we spelen misschien zelf iets beter in momenten. En dat is belangrijk. Het is natuurlijk in kleine details tegen zo'n ploeg. En ik denk dat nu de details vandaag helemaal juist zaten. Ik denk dat we blok defense veel pakten. Veel bloks gezet. Hoe serveert, denk dat we over het algemeen heel deftig match spelen. Jij komt terug van een vrij lange blessure aan je pols. Hoeveel deugd doet dat om dan op dit niveau een geweldig sterke match te spelen? Ja, dat zou natuurlijk. Hè. Ik had nooit gedacht dat ik hier zou spelen natuurlijk. Als je zei in 1 december dat je vandaag tegen Piacenza zou spelen, had je me al gezond verklaard, denk ik. Natuurlijk, mijn omstandigheden, merkt hij zijn voet opstaat voor de beekfinale. Wat dat super pech is natuurlijk voor hem, want hij speelt ook een dijk van een seizoen. Maar natuurlijk, daarvoor trainen we elke dag om zo'n match te spelen. En dat is heel mooi dat ik dat nu allemaal doe. Dat was niet de bedoeling om van het jaar al zo'n match te kunnen spelen, denk ik. Maar ik ben heel content dat ik er kan staan en dat ik er goed sta. Jullie trekken volgende week naar Piacenza in de wetenschap dat jullie altijd een golden set mogen spelen. Dat is feit. Dus ja, we hebben kansen of 2 sets winnen of 15 punten alles geven en 15 punten winnen, denk ik. Ik denk dat we gewoon vanaf bij moeten alles geven en proberen terug druk te zetten op die mannen. Maar ja, voor de ronde MCT Montpellier ook 3-0 verloren. In Montpellier en thuis hebben ze ook gewoon recht gezet. Dus natuurlijk alles kan gebeuren. Het zijn topspelers, zijn wereldtop. Dus ze hebben een bakken ervaring op zo'n momenten, denk ik. Maar ik denk dat we gewoon terug vanaf 0 moeten binnen daar en alles geven dat we vandaag gedaan hebben. Goed, ook eindigt in deze halve finale. Dit is wel een avond om in te kaderen. Sowieso. Proficiat. Dank u wel. Stijn Doelst, ik wil beginnen met de matchbal. Er is er één die heel kalm moet blijven bij Roeselare en dat is de spelverdeler. Wat gaat er op dat moment door je hoofd? Welke opties overweeg je dan? Ja, zoals je zegt, ik overweeg een paar opties. Onze opposit zat heel goed in de match. Ik wist met een goede receptie dat ze waarschijnlijk heel veel aandacht gingen geven aan Rune Vasteland, onze midden. En ik dacht, ik geef gewoon de bal terug aan Koukartsev. Die zat enorm in de flow, dus ging ik voor die optie en het was de juiste. Als je de dagen vooraf of vannacht aan deze match had gedacht, welk was het beste resultaat dat je gedroomd hebt? Ik ga eerlijk zijn, een 3-0 resultaat, daar heb ik eigenlijk nooit aan gedacht. Ik wist op voorhand dat we wel kansen gingen krijgen als we ze receptioneel onder druk zetten. En dat is ook gebeurd. Van begin af aan denk ik dat wij ze receptioneel pijn doen. Wij starten heel gretig. Hadden we ook gezegd op voorhand, moesten we gewoon die match heel gretig starten. Ik wist dat ze ons misschien wel een klein beetje gingen onderschatten. We hebben eigenlijk, denk ik, een beetje raar om te zeggen, maar die match eigenlijk constant denk ik, gedomineerd. Het is zelf nog een beetje moeilijk te vatten eigenlijk. Hier in Roeselare zijn al wel meer stunten gebeurd of Italiaanse topclubs hebben het hier heel moeilijk gehad, maar dit springt er misschien wel uit? Ja, absoluut. Ik denk dat dit nog niet veel gebeurd is. Het is ongelooflijk propaganda voor het volleybal.
Ongelooflijk voor ons als team, ongelooflijke prestatie voor de club. Dit is gewoon fantastisch. En dan trekken jullie volgende week naar Piacenza in de wetenschap dat er zelfs in het slechtste scenario een golden set volgt. Is dat een luxe uitgangspositie? Of kan je tegen Piacenza moeilijk over luxe positie spreken? Ja, ik denk dat dit wel een luxe positie is op dit moment. We gaan gewoon naar daar. Ik denk dat we de eerste stap gezet hebben, maar dat de moeilijkste stap nog moet komen. Maar we zullen wel zien hoe dat het daar verloopt. Ik zei het, de eerste stap is gezet en we gaan er alles aan doen om die tweede stap te volbrengen. Dikke proficiat voor vandaag. Fantastische match. Dank je wel. De coach nog. Ja. Steven. Koen. En dan moet ik voor de site nog een interview doen met Dominique. Ah, ja, dus die mag al naar beneden komen. Ja. Moest ik Steven gerust laten? Nu niet meer. Ik weet het niet waarover dat gaat, man. Steven van Medegaal, jij hebt deze match misschien vooraf al een aantal keer in je hoofd gespeeld. Wat was de beste uitslag die jij in je hoofd vooraf had gehaald? Ik heb de laatste twee weken op de hele tijd op die vraag proberen te ontwijken, want het is het moeilijkste om te weten. Ik wou een ploeg hier aan de start krijgen die erin geloofde dat er iets te rapen viel. En natuurlijk 3-0, ja, dat moet ik toegeven, dat heb ik nooit over durven dromen. Dus we hebben al een paar keer getoond dat we tegen Italiaanse ploegen het heel goed gedaan hebben. Denk maar Civitanova, Ginder tot 3-2 moeten duwen. Hier thuis ook wel een kans om eigenlijk 2-1 voor te komen. En dat is het verhaal die ik naar de ploeg heb gebracht de afgelopen tijd. Dat wij hier aan de start moeten komen met heel veel durf, heel veel luciditeit af en toe op de juiste momenten. Als die bal te scherp is, niet vol kracht in de bocht te gaan, maar altijd oplossingen te zoeken om elkaar te helpen. En 3-0, het zou idioot zijn, moest ik zeggen, dat ik daar ooit van gedroomd heb. Het was ook in blokverdediging en zo heel duidelijk dat jullie een geweldig tactisch plan hadden opgesteld. Heb je ooit een match al beter voorbereid dan deze? Een goede vraag. Ik ga het anders zeggen. We hebben 14 wedstrijden van deze ploeg gescout en geanalyseerd. Waarvoor dank echt aan Bram, de assistent, die heeft dit op zijn rekening gebracht, opgenomen. En ik ben eigenlijk al 3 weken elke keer wedstrijden aan het herbekijken, wedstrijden aan het groeperen, selecties aan het maken van wat als die twee op terrein zijn, wat als die twee op het terrein zijn, wat is verschillend. En dan weet je op een bepaald moment dat je spelverdelers echt zo tot in de detail eigenlijk echt wel kan gaan uitpluimen. En dat is eigenlijk wat ik gedaan heb. En, ik zal niet zeggen dat het de meest voorbereide wedstrijd is, want bijvoorbeeld mijn eerste Supercup heb ik ook zo maniacaal voorbereid. Natuurlijk, door in de tijd ga je meer en meer selecties en keuzes gaan maken eigenlijk. Wacht, ik ga even mijn zootje niet pakken. En, ik moet toegeven dat dat is een droom om zulke wedstrijden voor te bereiden. Ik heb ervan gesmuld, eerlijk gezegd, om het uit te pluizen, om een idee te gaan opmaken met de spelers. En de kunst is ook, en dat is het moeilijke, denk ik. Je hebt zoveel acties gezien, maar je moet het toch nog altijd tot bepaalde elementen naar je team gaan herstructureren. Ik kan te moeilijk evenveel uur achter de computer zetten dat ik heb gedaan. Goed, 3-0, dat betekent dat jullie naar Piacenza reizen in de wetenschap dat er zelfs in het slechtste geval een golden set volgt. Is dat een luxe positie? Dat is een luxe positie. Hè. Natuurlijk, die opdracht is loodzwaar. Hè. Ze gaan ook tegen de terugwedstrijd Simon Robert Landi terug prepareren. Dus ze gaan hem injectie geven, zodat hij absoluut speelt. Voor de wedstrijd hadden ze het al laten weten. Dat... De middenman, hè? Klopt. Dus met een 3-0 of 3-1 verlies, als ze hem absoluut gingen terug klaarmaken voor de terugwedstrijd. Dat is een groot verschil. Dat is een boomlange middenman. Die krijgt van overal in het terrein de bal. Normaal 1 bal op 2 gaat naar hem en die scoort dan nog eens aan boven 70%. Dus dat wordt een heel andere koek. Maar het is aan ons om eerst en vooral terug erin te geloven. Die offside druk te creëren en dan in blok defense. We moeten weer heel dapper zijn en de ballen van de grond trapen. Heel veel succes volgende week. Dank je. Dank je. Ik heb al een nieuwe fan. Het is geen lolly of geen... Maar dat doet hij niet, ben je veilig. Dank je wel op de komende. Proficiat. Analyse ja, Dominique. Hebben die daar budget of? Ja, dat is op uw budget. Ze storten. Nee. Waar is Dominique? Is het al in de VIP of zo?
Harda inderdaad. Amai, 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 onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijke match. Best, elke keer op tv komt zo de match. Amai. En nu wat? Zeg ja. Proficiat in de voorzitter? Zeg al proficiat. Ja, het is dan Dominique die op de Sporza site schrijft dat het mogelijk wordt en zo. Ik heb altijd gezegd, die walsen erover heen. Het is niet met een deze, hè? Nee, ik ben een positie ontzettend. Ah, oké. Okay. Niet iedere week zegt hij van Nee. Wacht, ik kan dat hier. Hij gaat zich vestimentair nog in orde brengen. Goed. Ja, dat is heel goed. Ik had nogthans gezegd, doe de plastronken aan, want ik ga achteraf misschien een analyse... Je hebt mij niet verwittigd, maar... Ja, wacht, ik kan zeggen... Wacht, maar je moet wel hier maar aan eens komen. Nee. Ik ben niet zoals sommige anderen. Nee, dat moet niet. Het contrast zou nu ook wel iets te groot zijn. Ja, het is dat. Nee, dat wil ik niet. Nee, geen two-shot. Ik was mis, is alleen Dominique. Dus we staan goed. Dominique Bains, je hebt vooraf ook wel wat over deze wedstrijd nagedacht. Uitgaand van het scenario dat Roeselare top is, wat was de beste uitslag die jij voor vermoed had? Ja, het ging dan toch wel over 3-2 of in het beste geval 3-1. Een heel spannende wedstrijd had ik echt wel voor ogen, maar ja, het is een memorabele Europese avond geworden. Niet alleen voor Roeselare, maar ook voor het Belgisch volleybal. En ik heb het er juist eventjes over gehad met Matthijs Veranneman en met Stijn Dulst. Ja, zij merkten ook al gisteren op de training van de Italianen dat die, ja, was toch niet echt de grote concentratie. Ook tijdens de opwarming, Leal was er echt niet bij, was echt niet wakker, vond ik. En ja, dan krijg je dit, hè. Romano die echt niet bij de les was. Absolute wereldtop eigenlijk, als hoofdaanvaller. Vandaag gebruik geweest om één opslag te geven. Dus dat zegt genoeg eigenlijk, hè. Dat zijn zo van die zaken. En we hadden het erover hoe dat zij gespeeld hebben in die bekercampagne, allee, dus die Final Four in Italië. Van een ander niveau, van een ander planeet, echt. Maar ja, blijkbaar was dat toch wel een miraculeus weekend voor Piacenza. En hebben ze dat toch vandaag zeker niet kunnen herhalen. Ja. Tactisch plan van Roeselare klopt dan ook tot in de details. Als je ziet hoeveel ballen ze geremd hebben met blok, verdedigd hebben. Ja, ze hebben heel goed hun huiswerk gedaan, hè, technische staf van Roeselare. Van Medegaal had mij meegegeven hier bij de competitiewedstrijd dat zij 12 wedstrijden van de Italianen hadden geschouwd, geanalyseerd. Ja, dat is er duidelijk uitgekomen. Ook blokkerend, maar ook verdedigend. Ja, je zag wel dat er echt wel heel goede afspraken waren qua verdediging op Lucarelli en op Leal. Ja, knap te koer. En dan ook ja, die spelverdeling van Stijn Dulst. We hebben het nog in de introductie gezet. Ja, als die receptie iets of wat onder controle kan blijven, maken ze kans. Maar hij was op sommige momenten, ja, dat mag wel eens gezegd worden, beter dan de collega aan de andere kant, vond ik. De Olympische kampioen. Inderdaad, de Olympische kampioen. We moeten daar ook geen valse bescheidenheid aan de dag leggen. Hij was vandaag beter. Er was vrees voor het opslaggeweld van Piacenza. Ze hebben ook wel een paar reeksen gemaakt. Maar als je over heel de wedstrijd kijkt, dan was de service van Roeselare efficiënter. Ja, en dat is ja. Je houdt rekening met die servicekracht. Hè. Ik weet niet hoeveel eerstes dat ze in de beker gedaan hebben, maar verschrikkelijk veel. Daar hou je rekening mee. Maar je houdt wel minder rekening met de servicekracht van Roeselare eigenlijk wel. En dan weet je wel, thuis kan het altijd wel iets beter zijn. Oké, dan heb je Pieter Koolman bijvoorbeeld, die daar toch wel serieus uithaalt op een gegeven moment. Die daar voor enkele breakpunten, Stijn Dulst, met Jumpfloat, Matthijs Veranneman, die heel, ja, heel goed varieert naar float, naar powersurf. En dan is het ook belangrijk dat je op momenten die tactische keuzes maakt. Dat je dan niet blind blijft gaan
Puur op enthousiasme dat je dan echt wel je hoofd bijhoudt en dan zeg je oké, ze krijgen problemen op de vloot. Oké, we blijven erop gaan. Ja, knap. Roeselare reist nu volgende week naar Piacenza in de wetenschap dat het zelfs 3-0 mag verliezen, dat er dan altijd een golden set aankomt. Maar ik neem aan dat zij proberen 2 sets te winnen. Ja, ze moeten ervoor gaan natuurlijk. Ja, met deze uitgangspositie moet dat niet alleen. Ja, ze zijn echt wel goed aan het volleyballen. En misschien wordt ook Tamiaru gerecupereerd, ik weet het niet, geen idee. Want als eerlijk zijn, Separotti heeft hem meer dan goed vervangen. Maar je moet vol zelfvertrouwen er naartoe gaan. En die kansen die er zijn, die er minder gaan zijn dan vandaag, daar moet je wel van uitgaan. Kan niet anders. Dat je die benut. En dat je er toch een beetje aan twijfelen brengt. En waarom niet? Maar ze kunnen het wel. Laat ons eerlijk zijn. De Italianen hebben die kwaliteiten om het te forceren. Het zou me ten zeerste verbazen dat hij al zo tijdens de opwarming chokt, zoals hij vandaag een beetje over dat veld heeft gechokt. Maar oké, het zit er wel in. Ja, je moet eigenlijk durven gaan voor die finale. Punt aan de lijn. Oké, bedankt. Voilà. Dank u wel. Dank u wel.